De nieuwe pu is binnen. En poe, het is hier vet. Dus laten we snel beginnen. Met bladeren met Ed. Goed dat jullie er zijn. Want de nieuwe Power Unlimited, die is er ook weer. Nummer 283 alweer. Ik ga toch maar gewoon deze pu bespreken. Al heb ik heel weinig puf. Het is hier... graadje of 30, 35. We zijn vorige maand verhuisd van de ene kant van het pand naar de andere kant van het pand. En daar is het dus 10 graden warmer. Geen airco, ja, zo'n draagbare. Daar heb je helemaal niks aan. We zetten dan de ramen open. Helpt ook niet veel, maar een beetje. En wat is er op 20 meter afstand? Een heimachine, al 3 weken bezig. We hebben het zwaar. We hebben het zwaar. Maar de nieuwe Power Limited is er. En die maakt alles goed. Destiny. Ja, je ziet de cover. Vorige keer hebben we Star Wars ook zo'n hele plaat. In plaats van hier zo allemaal van... Is wel mooier, hè? Is wel mooier. De vraag is natuurlijk, wat doet dat in de losse verkoop? Je hebt natuurlijk toch mensen die even langslopen in de boekenwinkel en denken... Oh, hier zien we een paar leuke items. Oh, nou, die Power Limited moet ik misschien wel. En dat zie je nu dus niet. Dus nu moet je me oppakken en even te bladeren, ja. Maar het beeld is zoveel mooier, dus we houden dit er even in. En dan kijken we wel hoe dat allemaal uitpakt, commercieel gezien. Destiny 2 dus al. En ja, daar kunnen wij in conclusie meteen trekken dat er ook een Destiny 1 was. En met allerlei uitbreidingen erbij, geloof ik, downloadable content is allemaal wel. Maar er heeft onze Simon verschrikkelijk veel tijd in gestopt. Hij heeft het uitgerekend met alles bij elkaar wat hij in Destiny 1 en alle toevoegingen heeft gespeeld. Het was 1184 uren. En hij was dus ook degene die de coverview moest schrijven voor Destiny 2. De eerste keer dat hij het schreef. Zijn eerste coverview aller tijden. En ik moet zeggen, goed verhaal. En wat ik ook altijd heel belangrijk vind, is dat alles erop en eraan zit. De column is deze keer van Dennis Mons. Dennis is nieuw bij ons. Volgens mij is hij ongeveer een maandje, anderhalve maand. Gezellige jongen, weet veel. Hij heeft zijn sporen ruimschoots al verdiend in de game-industrie. Dus we zijn heel blij met hem. En hij mag zich even wat uitgebreider aan jullie voorstellen inmiddels. En column. Dan gaan we via allerlei previews die ik voor het gemak toch maar even over... Nee, ik sla er eentje niet over. Want op het allerlaatst konden we FIFA 18 nog meenemen. Qua tekst was het niet zo'n probleem. Die was op tijd, heeft Cheer keurig op tijd ingeleverd. Maar er was geen beeld. Tot allerlaatst, net voor de drukker. Ineens kwamen er 3 screenshots. En allemaal met Ronaldo erop. Nou, ik zeg het al in een van mijn bijschriften. Dat er alleen maar screenshots van Ronaldo beschikbaar waren. En als dan Ronaldo ligt, dan blijft het ook zo. Maar FIFA 18 gaat hem worden, ja. Er zit meer voetbal dan ooit in FIFA 18. Het schijnt toch qua gameplay net even wat lekkerder weer te zijn. Ja, hij stelt zichzelf ook de vraag van, moet je nou elk jaar weer een nieuwe FIFA? Het is toch 55, 60 euro? Ja, nou, misschien deze keer weer wel. Maar houd het in de gaten, want we gaan natuurlijk ook nog uitgebreid reviewen en dat soort dingen. Oh, jongens, wat is het warm. Puretro, weer van Samuel, die alles weet over Japan. En een van de dingen die Japan heeft voorgebracht, zeker op gamegebied ook, is de ninja. Hij begint ook zijn verhaal met allerlei dingen die wij denken te weten over ninja's, die dus helemaal niet kloppen. Want Samuel, die weet er alles van. Dus als wij denken, altijd in zwarte kleding, nee, is hem niet waar. Als wij denken, die werken altijd met katana's en van die werpsterren, klopt niet hoor. Nou, en zo vertelt hij wat een ninja nou eigenlijk wel is. En natuurlijk welke rol ninja's in games spelen. Leerzaam en leuk. Een special die daar meteen achter komt, die ik ook wel heel aardig vond. Die is van Gradus en die gaat over beroepen in games. En hij heeft wat veldwerk verricht, om het zo maar te zeggen. Hij is professioneel bezig geweest. Om eens te kijken hoe mensen die dat beroep uit... voeren wat je ook in een game vaak tegenkomt, hoe die dat ervaren van is dat nou een beetje realistisch. Hij vroeg dat aan een militair, hij vroeg dat aan een dokter, hij vroeg dat eens even kijken aan een boer, heeft hij het ook gevraagd. En dan krijg je hele leuke antwoorden. Misschien had hij nog een loodgieter erbij moeten nemen.
Nu de switcher is, die natuurlijk ook als handheld gebruikt kan worden, zijn veel mensen bang dat er niet zo heel veel meer uitkomt op de 3DS. Nintendo zich echt alleen maar op die Switch gaat richten. Nou, volgens Julian hoeven daar niet zo bang voor te zijn, zeker niet op korte termijn. En hij noemt ook een aantal, een stuk of 6-7 grote games die er voor de 3DS aankomen, waarvan er ook 2 zelfs nog in dit nummer staan met een preview. RuneScape, nou dat zou je wel moeten kennen. Dat is een game die eigenlijk, ja, die bestaat al 16 jaar en elke keer worden daar weer nieuwe stukjes aan toegevoegd. En inmiddels zijn er dus 250 miljoen gamers die dat spel spelen. Een 250 miljard. En je kan het gratis doen, maar dan heb je een beperkte versie. Dus de meeste mensen betalen daarvoor. Ik geloof iets van 8 euro per maand. Maar je begrijpt ook wel dat er dus genoeg geld binnenkomt om die game optimaal te ondersteunen. Er werken 300 man constant om het uit te breiden. En er is nu dus weer een nieuwe uitbreiding die beschrijft Florian. En zeker de RuneScape mensen die weten dat natuurlijk al. Maar wellicht is dit een reden om eens te kijken van, hey, is dat misschien iets voor mij? Welke PU-redacteur heeft er nou nog niet gespeeld met GTA 5? Ja, er is er eentje. Julian Tiersma had nog nooit GTA 5 gespeeld. En hij revancheert zich door het uitgebreid te doen. En hij werd er natuurlijk heel blij van. Ja, logisch. Het is alleen maar raar dat dat nog nooit eerder gebeurd was. Maar hij is helemaal om. Hij zegt, ik had dat veel eerder moeten doen. Blij dat ik het alsnog gedaan heb. Ja, hij is zo enthousiast dat je weet, hij heeft een hele grote Nintendo logo op de ene kant van zijn been. Misschien dat hij op de andere kant wel eens een Rockstar logo zet. Want GTA 5 heeft zijn ogen geopend. Filmisch staat er ook weer in met een belachelijke foto. Photoshop van Wouter. Ik weet niet of hij daar blij mee is. Ik zou hem niet op Tinder zetten, Wouter. Tekken 7 is onze opening. En ja, dat kan ik eigenlijk samenvatten in één quote van Samuel. Het is gewoon weer Tekken en het is allemaal weer net iets gelikter. That's it. Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Mooi artwork, goed verhaal. Niks mis mee. Injustice 2, die moet ik wel even noemen. Want jullie kennen Wouter allemaal, hij heeft die gespeeld. Wouter is een beetje een boer af en toe, hè? Weet je. Maar hij heeft ook een zachte kant, hij heeft zelfs een vrouwelijke kant. En dat zie je in games terug. Hij is natuurlijk bijvoorbeeld helemaal gek van de Sims. En wat hij heel erg leuk vindt, ja, ik weet niet of dat nou typisch vrouwelijk is, is dat hij die poppetjes, als dat kan, heel graag aankleedt of verandert of shopt of hoe dat ook heet. Nou, daar heeft uren steekt hij daarin voordat hij überhaupt die game gaat spelen. En dat kan in Injustice 2 dus ook. Al die helden kan je helemaal veranderen met uiterlijk, met wapens, met de hele shit. Heeft hij gedaan. Ik dacht, eerlijk gezegd, hij gaat gewoon een review schrijven. Dus ik had al plaatjes, voordat ik de tekst kreeg, had ik al plaatjes verzameld, bijschriften gemaakt. En komt hij de waas ineens met een heel ander idee, wat op zich erg leuk is. Maar ja, dan baal ik altijd wel. Verdomme, wat had dat nou eerder gezegd? Dan zit ik wel al die bijschriften voor niks te maken. Nee, niet voor niks! Ik heb ze gewoon in Smorgasbord gestopt. Zo. Even een paar hoogtepuntjes nog, die ik niet genoemd heb. Total War Warhammer, hebben we een first look van. Hey Pikmin, dat is dus een van die 3DS games die eraan komen, een preview. Lego Marvel Super Heroes als preview. Middle-earth Shadow of War. Leuk verhaal van Gradus, ook een preview. Een leuke special van Simon over walking simulators. Dat lijkt heel erg saai, maar als je dat verhaal leest, dan snap je misschien wel waarom Simon er een groot fan van is. En de reviews, The Search, Prey, ook wel heel apart. Fire Emblem, Friday the 13th, hele enge, gedanoteerd. Nou, dan kun je lol op. Rhyme, nou ja, hij staat inderdaad weer heerlijk vol met een mooie zonnige cover, mag ik wel zeggen. En dan moet ik altijd zo'n leuke einde slagzin bedenken, maar ik ben door de hitte helemaal vergeten. Moet ik dat nou ter plekke gaan verzinnen? Power Unlimited, elke maand weer hartverwarmend. Sorry.